Ik ben moslim, stel me een vraag. Met dat bord gingen deze Ahmadiyya-moslims de straat op om het gesprek aan te gaan over de islam. Volgens hen wordt er negatief naar de islam gekeken. Wij zien bijvoorbeeld vandaag de dag best wel negatief nieuws als het gaat om de islam. En ik denk dat als wij op deze manier mensen gaan informeren, dan gaan mensen denk ik dingen ook beter plaatsen als het gaat om moslims en als het gaat om de islam. Toch is er ook kritiek op de Ahmadiyya-moslims zelf, die een minderheid vormen binnen de islam en door andere moslims worden gezien als ongelovigen, omdat zij naast profeet Mohammed nog een andere profeet aanbidden. Mijn inziens is het aan God om te bepalen wie moslim is en wie niet. En niet de andere moslims om dat op zichzelf te nemen. Op straat ontstonden er diepgaande gesprekken over geloof en cultuur. Dan denk ik dat je bij het uiten van felle kritiek, waarbij je soms mensen gaat kwetsen, denk ik dat je daar wel twee keer bij na moet denken. Mensen hebben wel eens te lange teentjes. De actie leverde positieve reacties op van voorbijgangers, die begrijpen dat de moslims uitleg geven over hun geloof. Dat snap ik heel goed inderdaad. En dat is ook heel goed, want dan kunnen mensen antwoorden krijgen. En dan krijg je niet zo'n vertekend beeld over het nieuws. En dan weet je ook inderdaad dat goed te kunnen scheiden. Ik zie inderdaad heel veel duimen ook omhoog. Maar ik zag ook iemand voorbij komen die stak de middelvinger naar jullie op. Je hebt het zelf waarschijnlijk niet gezien. Maar wat vind je daarvan? Nou kijk, natuurlijk er zijn gewoon mensen die dan wat negatiever zijn. Wij trekken ons vooral daar niet veel van aan. Wij gaan gewoon door met onze actie. En wij willen gewoon verbinding zoeken. En als die mensen dat niet willen, dan is dat hun eigen keuze.